Elodie, gewoon op het Ketnet Gala, het Gala van de Gouden Kaas. Wat doen jullie hier? Ik gok een prijsje uitdelen. Inderdaad, we gaan de award voor familieprogramma uitreiken. De belangrijkste award van de avond. Dat hebben ze ons gezegd. En wie gaat de winnaar zijn? Wij weten dat eigenlijk niet. Jawel, jawel. Het is raar dat wij niet genomineerd. Junior Beekhoff. Maakt een heel grote kans. Ja, is dat zo? We zijn niet genomineerd, maar je weet nooit. Hè. Ze zouden wel genomineerd moeten zijn. Hè. Je zou de inhoud van de enveloppen natuurlijk nog kunnen omwisselen. Ja, maar het probleem is dat de enveloppe in een ballon zit. Dus we gaan het echt niet weten voordat we hem zelf kapot spreken. Ja. Dus we hebben dat moeten oefenen, hoe we dat moesten doen. Er is wel wat stress, want we waren ook niet bij de repetitie. En we hadden dat beter wel gedaan. Naar welk familieprogramma kijken jullie samen wel eens een keer? De Mol. En Junior Beekhoff. Beekhoff en ja... Maar heel veel programma's. Container Cube, The Voice, Dancing with the Stars. Ja, denk, we kijken eigenlijk best wel veel tv. Ja, Jeroen, je hebt precies een beetje aandacht nodig voor Junior Beekhoff. Staat er iets speciaals op het programma? Nee, niet echt. Maar er mogen zich nog altijd kandidaten inschrijven. Als ze zich, als ze willen. Niet dat het belangrijk is voor ons. We hebben er meer dan genoeg. Maar het mag nog altijd. Echt, de lijnen zijn nog altijd open. Mocht nog altijd, als je wilt bakken deze zomer, altijd welkom in onze tent. Maar voor de rest, nee. Het is gewoon maar een leuk programma, natuurlijk. Dat eigenlijk geen reclame nodig heeft. Vandaar dat er nu oproepen op de sociale media zijn om in te schrijven. Daar heb ik eigenlijk niks mee te maken. Elodie, ga jij nog iets doen op tv? Want jij hebt het afgelopen jaar wel iets gedaan, met succes eigenlijk wel, hè? Ja, ik heb eigenlijk een heel druk jaar achter de rug. En nu beginnen we stilletjes terug over iets anders na te denken, maar het was wel goed na het fietsprogramma, dan het programma rond de Olympische Spelen en dan nog eens over de oceaan gedaan. Het is een heel mooi jaar geweest, ik mag echt niet klagen. En het was eigenlijk wel goed om gewoon ook eens even de riem eraf te gooien en gewoon na te denken van ja, wat is het volgende, wat gaan we nu doen? Jeroen, was jij blij dat ze vaak van huis weg was? Ja. Moeilijk. Wat moet ik nu antwoorden? Ik vond het verschrikkelijk. Ik kan niet zonder Elodie in mijn leven. Elke dag zonder haar is een groot gemis. Ik weet niet hoe ik het heb klaargespeeld, eerlijk gezegd. Eigenlijk viel hij heel goed mee, om eerlijk te zijn. Weet jij eigenlijk hoe hij het klaargespeeld heeft? Ik denk wel dat je mij gemist hebt. We zijn gewoon heel graag met ons drie en... Ja, dat is zowel, ja, ik denk, maar hij heeft dat heel goed gedaan. We hebben echt vier op hem. Het is niet voor elk jaar, zal het zo zeggen. Het viel wel mee, maar nu mag het stoppen eigenlijk. Ja, Jeroen, ga jij nog iets anders doen buiten Junior Beekhoff? Ik ga binnenkort ben ik te zien op Ketnet, waar ik een prijs ga uitreiken voor het beste familieprogramma van het jaar. En nadien, na die zondagavond? Nee, nadien, dat zien we wel. Ik probeer hier nog wat mensen te spreken. Wie weet wat uit de bus valt. Maar nu, voor deze zomer, staat Beekhoff terug op het programma, sowieso. En De Slimste Mens staat er ook al op, denk ik. En voor de rest is nog één groot mysterie.